Ik ben Eva van Es en ik ben lijsttrekker voor Utrecht. Creatief, gedreven en organisatorisch. Echt tegenkracht tegen het idee dat we altijd maar moeten groeien als stad. Langzaam ook wel aan het doorcijpelen is binnen de stad en ook binnen andere politieke partijen. En dat was echt een unieke boodschap in het begin, toen we daar bijna 4 jaar geleden kwamen. En je merkt nu dat er toch andere partijen denken, hé, die Partij voor de Dieren heeft toch wel een punt. Moeten we nu zo nodig allemaal dat groei met elkaar realiseren ten koste van dieren, ten koste van natuur, ten koste van ook van echte leefbaarheid en de gezondheid van de Utrechter. Ik denk dat het belangrijkste thema wat al speelt en wat zal blijven spelen is dat Utrecht heel erg het doel is om te groeien. En je merkt dat wij als partij echt een unieke boodschap daarin hebben. En aangeven dat groei niet het doel moet zijn, maar juist heel vaak het probleem is. Dat thema speelt al en zal zeker blijven spelen en als een van de belangrijke thema's ook voor ons. Social media is bij ons wel een hele belangrijke. Social media en website gaat echt een enorm grote rol spelen in onze campagne, dat weet ik zeker. Ook de afgelopen jaren gewoon goede contacten opgebouwd, wel met journalisten, met media. En ja, uiteraard heel veel acties gaan organiseren, daar heb ik nu al wel heel veel zin in. Ik denk dat de grootste uitdaging altijd, ook de afgelopen jaren, is om keuzes te maken. Keuzes te maken in wat je wil doen. Vast te houden aan je idealen en dan ook niet te vrezen om andere dingen daardoor te laten. En het gewoon vast te blijven houden aan waar je naartoe wil. We gaan echt andere lijsttrekkers van andere politieke partijen aan je duwen en aan je trekken. Probeer je er absoluut niks van aan te trekken. En ga lekker door op de koers die wij als Partij voor de Dieren aan het varen zijn. Die is succesvol en die gaat ook vast en zeker in je eigen gemeente succes brengen. Stem Partij voor de Dieren.